gaan er even een mooie wedstrijd van maken. En scherp zijn. Goed die ballen verwerken, gewoon goed opletten. Relax doen. Als een keer fout had, is niet erg. Niet in de stress schieten. Pitchers en de catchers gewoon kopje leeg. En maak die wedstrijd. Maak het even af. Yes? Goed. Kom hier. Oké. Let's go! Line up! Daryl Salé. Daniel van Altena. Joey van der Streek. Pieter Overwater. Carlo Tinga. Wouter Maardeveld. Noah Tinga. Timo de Haas. Dennis Cordes. We staan nu vandaag bij de Sullivans in Monnikendam, de honkbalvereniging. En als ze vandaag winnen, dan zijn ze kampioen. En dat is voor de derde keer op rij. Klopt dat, Dennis? Ja, voor de derde keer, ja. Vorig jaar en 2 jaar terug dus. En dan zouden we dit jaar weer kampioen worden als we winnen. Ja, precies. Ja. Het staat nu 2-0 achter. Hoeveel kansen heb je nog? Nou, de wedstrijd is in principe net begonnen. Dus we hebben het is in principe nog helemaal een open veld. Ja, we staan misschien achter, maar 2 punten in honkbal heel weinig. Dus, Oké, wat is het gemiddelde wat jullie scoren in een wedstrijd? We hebben ongeveer 10 of 11 wedstrijden gespeeld en we hebben een puntsaldo van plus 70. Dus waarschijnlijk iets van 8-1 of 8-1 of 9-2, 10-3. In ieder geval zoiets. Ja, oké. En wie is jullie beste slagman? Dat is Wouter. Ik weet niet. Die gaat nu slaan. Oké, dan moeten we even in de gaten houden. Precies, ja. Okay. Want hij heeft ook home runs? Ja, zeker. Ja, Wouter en ik hebben de home runs van het team. Oké. Ja. En dus jullie hebben de hele zomer doorgespeeld. Spelen jullie de winter ook nog door? Nee, we hebben een zomer- en een winterstop. Maar het is juist tegenovergestelde bij andere sporten. Ons seizoen eindigt voor de winterstop. En onze zomerstop is dus de winterstop bij andere sporten. Dus ons nieuwe seizoen begint na de winterstop. En bij andere sporten begint het nieuwe seizoen na de zomerstop. En wat is jullie beste wedstrijd geweest tot nu toe dit seizoen? Dat zou ik echt niet weten. We hebben een hoop goede wedstrijden gehad. Ik zou het zo uit mijn hoofd niet meer weten, nee. Maar jullie hebben bijna alles gewonnen? 10 gewonnen, 1 verloren volgens mij. Okay. Want dit is niet de laatste wedstrijd van het seizoen, volgende week ook nog. Maar jullie staan nu zo ruim boven dat het... We staan nu 4 punten voor en de nummer 2 moet nog 2 wedstrijden spelen. Dus theoretisch zou het nog kunnen. Maar als we deze winnen, dan staan we dus nog steeds 4 punten voor en kunnen zij nog 1 wedstrijd spelen. Okay. Dus dan zijn we sowieso kampioen. Okay, we kijken eventjes naar de slagman. Ja. Kijk, gedoord! Ja, nou, we hebben inmiddels nu 2-1 en ik zie 2-2. 2-2, ja. Ja, zoals je ziet kunnen punten heel snel gemaakt worden, dus het kan nog heel snel alle kanten op gaan. Ja, precies. En jullie zijn precies met 10 man, hè? Dus je kan niet afzeggen ook, hè? Nee, we zitten 9 man in het veld, dus in principe kan het. Bijvoorbeeld nu mist er ook 1 persoon. Dus we zijn nu met 9. Maar ja, als er een blessure is, dan is het vaak doorbijten. Ja, precies. Ja. Iedereen is fanatiek om elke keer te komen. Ja, precies. Dat wel. Ja, het is een hele goede sfeer in het team. Het is altijd wel eigenlijk bij honkbal. Dus het is altijd heel gezellig. Dus mensen willen ook vaak wel komen, ja. Ik zie volgens mij wel een groot leeftijdsverschil in het team. Klopt dat? Ja, nou, aspiranten is het team met in principe het grootste leeftijdsverschil. Want alles tussen 12 en 16. En in het jaar dat je 16 zou worden, ga je door naar het volgende team. Dus Wouter en ik gaan volgend jaar gaan we door. En dan komen er weer van het team lager komen er weer bij. Ja, oké. Want hoeveel teams hebben jullie nu hier? 4 van elke divisie hebben we 1 team. Dus pupillen, aspiranten, junioren en senioren. Ah, oké. Dat is allemaal 1 team. Ah,
Okay. En dames? Ja, we hebben ook een team. Eén team, ja. Eén softballteam, ja. Nou, we gaan het verder volgen, hè. Succes. Ja, precies. Ja, bedankt. Bedankt. Hier echt scherp het veld in, hè? Op blijven letten. Dan werkt die ballen goed. Als die bal verder uit de doel gaat en je ziet hem al komen, ga lopen. Ga verder naar achter. Ga lopen, ga lopen, ga lopen. Nee, je moet sowieso al verder staan. Ja, juist. Die staat veel, veel meer naar achter. Want dan hoef je elke zorg minder te rennen. Juist. Ja, dus goed zo. Meer naar achter. Hey, als we hem nou nu even op de nul houden, deze. Ben ik begrepen, dan gaat het goed. Ja, ja, daarom. Nee, het stelt maar... niet uit. Okay, daar moet je gewoon dicht houden. Daar moet je gewoon helemaal dicht houden. Dus goed? Mooi. Okay, ja. Come on, Bobby. Let's go! Come on. We gaan nou even puntjes binnenhalen. We gaan nu even scoren scherp. Kijk naar die bal. Doe het even allemaal. Ja? Goed. Die was als eerste aan slag nu. Ik kan. Nee. Ik was al vier dan Carlo dan ik. Ik ben aan slag. Ik was al. Goed kijken. Neem je tijd. Nee, bij derde. Yes? Boys, okay, hier. Jongens, hier, hey. Hier, hier. Hey. Oh, 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 oh. Even hier. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Let's go! Daar zitten hier natuurlijk ook hele fanatieke supporters aan de kant en ouders. Maar Sullivan speler denk ik hier. Ben jij een van de Sullivan? Ja. Ja. En wedstrijdsecretaris. Dus. Okay. En dit is wel een belangrijke wedstrijd voor jullie, hè? Dit is een belangrijke wedstrijd, ja. Winnen is kampioen. Okay. En als het dan niet zo is, wat dan? Dan wordt gewoon nog doorgespeeld. Dan hebben we nog twee wedstrijden. En als de tegenstanders hun werk doen, kunnen we gelijk eindigen. Verliezen ze, zijn we kampioen. Okay. En wat houdt het in voor die jongens? Een wisselbeker of een echte beker? Of gaan ze promoveren? Een oorkonde. Okay. Voor ieder apart, hè? Misschien heb de coach nog wat een verrassing in petto, maar dat weet ik niet. Nee. Okay. Nee, vanuit de bond is het een oorkonde? Ja. Oké, okay. En je speelt zelf ook hè, in het herenteam? Ja? Waar, in welke positie? Ik ben meestal korte stop. Okay. En een klein beetje pitcher. Okay. En ben je ook trainer van jongere jongens of niet? Nee. Okay. Nee. En hoe lang speel je al? Ik speel nu iets van 14 jaar. En, leuk? Nog steeds, ja, nog steeds, ja. Nou, succes hè. Dankjewel. Ja. Kom los, kijk, wie dat? Meer, nog meer.
gaat nu pitchen. We gaan hem even afmaken, deze wedstrijd. Goed? Kom aan, boys. Kopjes leeg. Laat je niet zenuwachtig maken. Ik mag de druk ook niet echt opvoeren. Want we gaan gewoon lekker lezen gamen dan. Ja. Let's go! Nou, drie keer in scheepsrecht, hè? Jullie zijn kampioen, gefeliciteerd! Ja, nou, bedankt, bedankt. Het werd nog even spannend, hè? Ja, nou ja. Ja, behoorlijk. Natuurlijk niet, helemaal niet. Ja, ik hoorde jou net zeggen, waarom maken we het nou zo onnodig spannend? Ja. Ja, we waren eigenlijk al praktisch kampioen. Nou ja, we hebben echt heel veel gewonnen, dus... Ja, nou ja, het was niet nodig in ieder geval, dit... Nou, jullie stonden met 5-3 voor op een gegeven moment. En wat gebeurde er toen? Vertel. Wat gebeurde er? Ik heb geen idee. Toen gingen jullie het veld in? Oh ja. Ja, het niet echt veel wat we tegen konden doen. Het waren een paar onnodige fouten, maar het is niet iets waarvan ik denk dat dat had echt duidelijk voorkomen kunnen worden. Dus, nee. Dus toen werd het 5-5, hè? En wat dacht je toen? Nou, lekker dan. Ja. En jij? Ja, dat was best wel heel spannend. En toen ging je nog even één keer aan slag. Wie hebben de laatste slagbeurt gedaan? Jij en? Dus jullie hebben eigenlijk even het kampioenschap binnengetrokken, of niet? Ja, ik denk het wel. Toch, of niet? Ja. Was het lekker? Ja, het voelt wel goed. Ja, hoe voelt het voor jou? Wat vind je, dus de derde keer voor jou ook, of niet? Nee, de eerste keer. Ik doe maar pas net mee. Oh, dus een heel nieuw gevoel. Ja. Ja, en? Het is leuk. Leuk, hè? Ja, oké. Okay. En wat betekent dit nu, coach, dat ze kampioen zijn? Ja, ik had in het begin van dit jaar een weddenschap gemaakt. Want we hadden een nieuw team met heel veel jonge jongens die eigenlijk een klasse hoog gingen spelen. Dus we zijn naar de aspiranten doorgegaan in plaats van naar de pupillen. En toen heb ik eigenlijk met mijn stomme kop gezegd van jongens, als jullie kampioen worden gaan we paintballen of laser gamen. Oh. Niet denkende dat we dit gingen doen, dus ik ben best wel een beetje trots. Ondanks dat het me geld had kosten, maar het is me waard. Ja, helemaal super. Oké, jongens, dus wat hoor ik nou? Paintball of laser gamen? Waar gaat jullie voorkeur naar uit? Paintball en laser game, maakt eigenlijk helemaal niet uit.
Oh, kijk, wacht even. Ja? Nou, dat wordt laser gamen natuurlijk. Yeah. Vinden we dat leuk allemaal? Ja. Ja. Okay. Nou jongens, heel veel succes. Volgend seizoen zijn jullie weer uit elkaar, denk ik. Want jullie, jullie gaan verder. En jullie gaan nog even een paar jaar door natuurlijk, hè? Heel veel succes. Vond het leuk om naar te kijken. Ja, heel erg bedankt. Ja, oké. Gefeliciteerd. Zullen we hier! Het gaat me geld kosten, hè? Ja. Tuurlijk. Dus we gaan even een date plannen wanneer we gaan laser gamen. Ik heb het al uitgezocht, maar ik betaal met liefde wat ik heb gezegd. Helemaal super gespeeld en we zijn kampioen. Heel simpel. Ik had hem niet verwacht, wie wel? Nee, zeker niet. Niemand, hè? Ik natuurlijk. Ja. Begin van het jaar stond ik nog met Wout te praten. Ik zeg, Wout, wat denk jij? Nou, ik weet niet wat het gaat worden dit jaar. Ik zeg, nou, ik weet het ook niet. Nou, we staan er weer. Derde keer op rij kampioen. Maar echt bizar. Nee. Ja, maar wat ik al zeg, het is me waard, jongens. Hier, we gaan zo meteen wat drinken, ik trakteer. Yes! Salamat! Let's go! Yes. Yes. Dank je. Martin, even de pet op, even een foto maken. Ja, streek. Ja, klopt. Iedereen zijn eigen knop op de park. Super. Lekker jongens. Ja, goed. Jongens, even opruimen. Je krijgt een warme drink in de kantine.